Hi, goedemorgen. Leuk dat je kijkt. Laat ik daarmee beginnen. Leuk dat je kijkt naar naar een nieuw filmpje op mijn kanaal. Welkom. Doe een duimpje omhoog en abonneer. Daar doe je mij een plezier mee. Ik heb nog helemaal niets gedaan. Wacht even. Ik ga heel even. Ja, zo is beter, hè? Ja. Ik had vergeten het lampje aan te doen. Kruidvat. Kruidvat eigen merk. Ik gebruik daar eigenlijk helemaal niet zo heel veel van. Natuurlijk ken ik de Kruidvat en natuurlijk haal ik dingen bij de Kruidvat. Maar goed, nou. Dus ik had een tijd geleden op het kanaal van Anouk Demi had ik gezien dat zij Kruidvat shampoo gebruikte. Die heb ik gebruikt gisteravond. En ik moet zeggen, mijn haar is heel zacht. Ik weet nog niet of ik dat goed vind. Het was een hele fijne shampoo, moet ik eerlijk zeggen. En mijn haar, dit is mijn natuurlijke haar als het gewoon airdried, zeg maar. Dit niet. Dit is van een knotje. Maar goed. Wil even een klemmetje in, want ik kan geen losse haren nu gebruiken. Ja, ik heb ook een tijdje geleden dat zie je allemaal in de Kruidvat shoplog, micellairwater en tonic besteld. En ik heb nu de cleansing milk erbij besteld. Dus die zet ik erbij. En dan. Ja. Ik moet zeggen, ik heb de micellairwater nu even in gebruik. Hij maakt niet zo goed schoon als de Garnier, laat ik het zo zeggen. Maar ik ga hem opmaken. Ik ga hem helemaal gebruiken. En misschien verandert mijn mening nog. Hij is zeker niet slecht, laat ik het zo zeggen. Wat ik dan nog meer heb gekocht zijn die Kruidvat eye patches voor oogmake-up. Gewoon om te proberen. Ik heb uiteraard nog. Die ken ik dan wel al heel lang. Zit het zo? Face wipes voor een droge huid. Wat is dat toch? En micellair. Ja, die gebruik ik eigenlijk. Nou ja, goed. Om te verfrissen, om make-up van mijn handen af te halen, om make-up te verwijderen van mijn lippen af als ik het niet fijn vind of zo. Ik heb vandaag mijn gezicht gewoon gewassen. En als ik dan wat later mijn skincare ga doen, dan doe ik altijd even zo'n wipe. En die gebruik ik zo meteen ook gelijk om mijn handen schoon te maken als ik er make-up op heb zitten. Wat ik ook heb gekocht zijn de face scrub. Dat is allemaal skincare. En de cleansing mousse voor een droge huid. De face scrub is voor een normale huid volgens mij. Alle huidtypes. Deze is ook voor de droge huid. Ik ben reuze benieuwd wat ik hier allemaal van vind. En dat gaan we allemaal heel fijn gebruiken. Wat ik ook had gekocht is het Kruidvat Happy Harmony. Ik heb ook de douche gel, maar die staat in de douche. Dit is de mousse. Zou dit moeten ruiken als Happy Buddha? Wat je niet meer zo mag noemen? Ik weet het niet. Maar in ieder geval, die kende ik al, maar die heb ik toch gekocht. En ik heb ook, maar daar heb ik even mijn bril voor nodig. Ik dacht, ik ga Kruidvat proberen, dan probeer ik alles. Een beautyolie. Huidverzorgende olie voor de verzorging van littekens, schimmen, ouder wordende huid en een droge huid. Voor gezicht en lichaam.
Nou, ik heb net een vers litteken op mijn rug van een centimeter of drie. Dus het ziet er zo uit. Ik ben benieuwd. Ik ga dit zo meteen op mijn gezicht gebruiken, denk ik. In ieder geval op mijn benen. Mijn benen zijn het allerdroogste van mijn hele lichaam. Maar echt droog. Echt kakkeleedroog. Dus wat ik gisteravond al heb gebruikt is de Lifting 45 Plus. Dat is dan de leeftijd, hè. Dit is de Night Cream. Hij ruikt niet bijzonder lekker, moet ik zeggen. Maar hij bracht fijn aan. Hij deed geen gekke dingen. Dus wat dat betreft even een beetje organiseren hier. Want er komt hier gelijk veel te staan nu. De scrub gaat ook naar de badkamer. Maar die gebruik ik maar 1 of 2 keer per week. Oké. En wat ik dan ook heb, zijn deze Hyaluron Booster Drops. Dus die gaan we nu samen proberen. Ik zal eerst eens even lezen wat er op de verpakking staat. Jongens, dit wordt een lange video. De Kruidvat Hyaluron Booster Drops verzekert de huid van 24 uur aanhoudende hydraterende werking dankzij een intensief hydraterend concentraat met duo hyaluronzuur. Het complex bestaande uit sphingolipiden, hyaluronzuur en gerst maakt fijne lijntjes vanaf het eerste gebruik glad. Kruidvat Hyaluron Booster Drops heeft een bewezen snelwerkende hydraterend effect en verhoogt het vochtgehalte van de huid tot 36% al na 2 uur gebruik. De huid lijkt voller en krijgt een gezonde, frisse uitstraling. Gelijkmatig aanbrengen op gereinigde huid van gezicht, hals en décolleté en zacht inkloppen. Contact met de ogen vermijden. Voor optimaal gebruik ook gebruiken in combinatie. Over optimaal resultaat gebruiken in combinatie met de Kruidvat Hydro dag- en nachtcreme. Nou, die heb ik dan niet, want ik heb de lifting variant op leeftijd, zeg maar. Het ziet er zo uit. Er staat niet bij, wow, hoeveel je moet doen. Dus, 3. 5. Het voelt een beetje dikker. En dan inkloppen. Het plakt een beetje. Het ruikt. Naar mijn idee een beetje zoetig, maar niet vervelend. Nou, daar kan ik in één keer natuurlijk niks van zeggen. Maar, ja. Nou. Dan heb ik de dagcreme. Kruidvat dagcreme lifting verstevigt de huid en vermindert rimpels merkbaar. De effectieve combinatie van proretinol en peptide ondersteunt de natuurlijke huidfunctie en stimuleert de aanmaak van collageen voor een vastere en strakkere huidstructuur. UVA en UVB filters SPF 30 zit hierin, helpen de huid beschermen tegen vroegtijdige huidveroudering en helpen zo de vorming van nieuwe rimpels en pigmentvlekken te vertragen. De huid is gehydrateerd, soepeler en veerkrachtiger. Dagelijkse verzorging voor een strakkere huid met hernieuwde vitaliteit. Aanbevolen leeftijd tussen 45 en 55. Elke ochtend aanbrengen op een gereinigde huid. Vermijd het gebied rond de ogen. Gebruik hiervoor de Kruidvat oogcreme voor een optimaal resultaat. Ook gebruik in combinatie met de nachtcreme. Ja, die oogcreme die had ik mijn inziens ook gekocht. Maar die zat hier niet bij. Deze heeft een witte dop.
Die andere had een blauwe dop. En het is netjes afgesloten. Ja, het ruikt naar crème. Zonde om het weg te gooien. Het is heel dun. Ja, het smeert heel goed uit. Het is niet een hele dikke crème. Ja, het ruikt naar crème. Het heeft niet een echte onwijs lekkere geur of zo. Goed. En als laatste voor de skincare heb ik de Caring Lip Serum. Met hyaluronzuur. Verzorgend met helende werking. Een glossy finish. Dat is deze. Nou, ruikt nergens naar. Ik kan dat even zijn werk doen. Goed, ga ik even mijn haar doen. Ben ik zo bij jullie terug. Zo. Ik heb even een knot gemaakt. Dat zie je niet, maar er zit een knot in. Slokje drinken. Goed. Die lipseren voelt een beetje... Ik kan niet vergelijken met een lipolie, want ik gebruik nooit lipolies. Het is wel een beetje dikker. Het voelt heel fijn aan. En dan zie ik toch nog dat ik dingen mis, hè. Zo moeilijk bestellen bij de Kruidvat. Dingen gaan zo snel ook weer... Nou goed. Make-up. We gaan beginnen met de Magic Blur. Ik ga de bril en gaat op en af vandaag. De Magic Blur Primer. Gebruik de hydraterende, matterende en vervagende primer onder make-up of op zichzelf als huidperfector. Nou, ik heb nu een mooie glans van de crème die ingetrokken is. Dus ik ga dit... Putty-achtige... Nee, het is geen putty, het is een mousse. Eigenlijk alleen hier even aanbrengen. Het voelt heel siliconenachtig. Maar het blurt. Het voelt heel fijn. Oké, op het eerste gezicht. Het blurt echt enorm. Even mijn doekje erbij. Ja, het blurt enorm. Oké. Concealer. Ik doe altijd eerst de concealer. Dit is de Stay With Me Concealer Long Lasting Anti-Pollution Complex.
deze vederlichte concealer met verzorgende shea butter en arganolie verzekert een volledige opbouwbare dekking van de oneffenheden die lang houden voor een onberispelijk egaal resultaat. En ik heb de kleur 12. Het was een beetje moeilijk lezen, want het zit zeg maar in het rondje. Dus het is een beetje lastig lezen. Zo. Dit is waar ik altijd zeg maar concealers gebruik. Oh, je ziet wel dat die heel slecht dekt. Ja. Dan heb ik verder geen primer op. Deze spons is ook van de Kruidvat. Dit is de Kruidvat eigen merkspons. En die vind ik op zich heel fijn. Er zit geen waanzinnige dekking in deze concealer. Eigenlijk gewoon niet. Dan heb ik de foundation en daar heb ik er 2 van. Ik heb de Perfect Smooth Skin Tint, Blurring Effect en Semi-Transparant Matte Finish Long Lasting in Fair. Deze bewaar ik voor een ander moment. Ook de Wear It Nude Under Eye Cushion Concealer. Nou, die kunnen we nog wel even eroverheen doen, denk ik. Want er is niet heel veel geconcealed. Ah, daar komt het. Er zit hier zo'n zandje, zeg maar. Normaal ben ik niet van mijn handen gebruiken. Oké, deze is beter. Deze is wel geler qua tint, maar deze is wel beter. De Stay With Me Serum Foundation. Dat is deze, die heb ik ook in de kleur 12. Lichte formule geeft een soft focus effect met een stralende matte finish die urenlang houdt. Bevat vitamine E en B3, medium tot volledig opbouwbare dekking. Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik heb hier over goede en slechte dingen gehoord. Maar dat is over de hele Kruidvat range, zeg maar. En ik weet niet hoe snel dit droogt. Maar ik doe het op de manier waarop ik het zeg maar altijd doe. Zo.
En dan met een spons. Eén soort haar op mijn hoofd. Deze kleur is goed voor mij. Dit is C12. Dus als je een lichte huidskleur hebt, dan vergelijkbaar met de mijne, daar gaat mijn hondje weer. Oké, kijk. En nu wil ik de foundation van mijn hand en daar gebruik ik dan die wipes voor. Wat zie ik? De primer heeft geblurred. De kleur is goed. Hij is best nog... Hij laat best nog wel wat glans achter. Hij ligt mooi op de huid. Hij geeft absoluut geen medium dekking. Dit is absoluut een lichte dekking. Maar ik vind het niet erg. Ik vind hem wel mooi. Hij is heel natuurlijk. Ja. Omdat ze geen losse poeder hebben, heb ik de Need No More Pressed Powder. Ook in de kleur 12. Prime Color and Finish Powder. Ja, foundation staat erop, maar dat is... De veelzijdige 3-in-1 textuur geeft een perfecte dekking. Kan gebruikt worden als primer, foundation of als fixeerpoeder. Voor een egale matte finish die lang houdt. Verzorgd met voedende druivenpitolie en is ideaal om onderweg snel bij te werken. Nou... Ik merk wel dat de liquid producten het best aanbrachten met een spons en niet zozeer met een kwast. Oké, hij zet het goed. Het ziet er nu wel matter uit. Hij geeft niet heel veel extra dekking. Maar hij zet het goed. Ja. Oké. Dan gaan we de wenkbrauwen doen. En daar ben ik een beetje nerveus voor. Ik doe even mijn bril op hoor. Want ik heb een... Made to Stay Eyebrow Fixing Gel, wat ik eigenlijk nooit gebruik. Maar ik heb een Brow Perfect Slim Eyebrow Pencil, waar ik eigenlijk niet van hou. En ik heb een Arch Perfect Eyebrow Micro Pen. En dat is zo'n ding met 3 van die tandjes. Ik heb dit nog nooit gebruikt. Ik vind het doodeng. Laat ik eerst even de boel een beetje kammen. Die rare grijze haren. De boel een beetje in model, zo. Ik heb best aardige wenkbrauwen hoor, maar heel licht. Dit is best heel donker.
Maar het werkt best wel goed om hier bijvoorbeeld haartjes bij te tekenen. Hier aan het einde zijn mijn haartjes wat minder aanwezig, laat ik het zo zeggen. Het lijkt of die op is. Nou, ik weet het niet. Het lijkt wel of die halverwege opgaat. Ik ga met het brow pencil die er gelijk uit komt zetten. Zo'n hele dunne. Heeft niet mijn voorkeur. En de kleur lijken heel donker, maar omdat het redelijk assig is, zit het er toch wel goed. Is het voor mij wel een goede kleur? Ik weet het niet. Ik ga de wenkbrauwgel proberen. Het heeft een heel klein borsteltje. Dat is op zich wel fijn. Als je een paard hoort, dan is het mijn hond. Oké, wat hier dus de clue van is, je moet drukken en een swipe doen en niet van die kleine snelle swipejes. Oké. Ik weet het niet. Ze zien er op zich prima uit. Ik weet het niet. Bronzen. Ik heb de Sunny Side Up bronzer in 010. Erg oranje lijkt. Persoonlijk hou ik altijd iets meer van een contourkleur. Maar omdat het een hele lichte kleur is, werkt het op zich wel mooi. Oké. Ja, het is niet mijn favoriet. Voor blush heb ik de Velvet Blush. En dit is Pastel Peach. Fluweelzachte poederblush in meerdere levendige kleuren tinten accentueren de jukbeenderen voor een natuurlijk frisse uitstraling. Nou, dat zegt iets algemeens over het product, maar niks
serieus. Waarom gaat dat niet open? Kijk, het zit hier en dan zit het vast in. Dan moet je eigenlijk je nagel ertussen zetten of zo, maar dat kan ik niet. Wacht even. Niks is gesield en deze is ineens gesield. Er zit een plakkertje op. Hoe onlogisch, kruidvat. Hier zit al ineens een plakkertje op. Op niets zit een plak. Ja, nu gaat hij wel. Op niets zit een plakkertje. Maar dan hierop ineens wel. Nou. Het lijkt wel redelijk pigment te hebben. Ja. Ja, het is een mooie natuurlijke blush. Het is allemaal niet dat je denkt, woehoe, hè? En dan heb ik de Lighten Up Highlighter. Hier zit ook dus geen, nou ja, goed. De Lighten Up Highlighter in de lichtste kleur. En dat doe ik vaak wel even met mijn vinger zo. Ja, prima. Het is een beetje wit naar mijn smaak, maar... Goed. Dan heb ik voor de ogen een stick. En dit is de oogpotlood. Oogschaduw eyeliner contour die tot 8 uur lang houdt. Oftalmologisch goedgekeurd. Dat is deze. Nou, we gaan kijken. Oh, hij brengt in principe goed aan. Ik hoef niet te veel kracht te zetten voor het pigment. Wat goed is natuurlijk. Oké, hij droogt heel snel. Dus het is een kwestie van aanbrengen en blenden. Er zit ook een glimmertje in. Het is zeker geen matte kleur. Maar voor een one and done shadow is hij prima. Ze hadden ook geen fixing spray, die was uitverkocht. Dus ik ga heel even met mijn Catrice spray... Het poedereffect weghalen. En dan moet ik zeggen dat ik er niet overdreven mat uitzie, maar ook niet heel glowy. Het is heel natuurlijk. Dan heb ik dit is de Curl Booster. Dit is een Caring Lash Primer. Dus we gaan even...
krullen. En dan is een beetje het geeft niet echt kleur af. Of het lijkt een beetje ja, het lijkt blauwig, maar volgens mij geeft het niet echt kleur af. En dan heb ik de Maxit Drama Curl mascara. Dus ook met een gebogen borsteltje. En is ze gewoon een harenborsteltje, zeg maar. Oké. Ze krullen wel mooi nu. Het is een beetje een nattige formule. Hij schijnt er volgens mij wel mooi. Ja, ik heb geknoeid, dus dan moet ik even opruimen. En dan heb ik de skinny voor beneden. Ja, is de geweldige mascara? Nee, werkt het? Ja. Nou, de mascara ruimt op zich makkelijk op. Dan zijn dit de ogen nu. Ja, ik denk voor een elke dag mascara is het prima. Dan is er verder weinig op aan te merken. Krijg je onwijs volume? Nee. Krijg je echt woem? Nee. Prima. Een lipproduct had ik niet. Dus ik doe even mijn Sueva potloodje. Die ik heel nodig moet slijpen. En ik dacht, ik doe mijn NYX Milky. This is Milky Gloss. Want ik heb niks voor de lippen. Nou. Dit is het. Dit is de look. Ik ga nog heel even iets corrigeren bij mijn ogen, zie ik. Want ik zie dat ik hier minder. Minder hoog ben gegaan met de oogschaduw. Zo. Dit is de look met allemaal kruidvatartikelen. Wat had ik nog meer? Ik heb ook nog een nagellakje. Die ga ik vanavond proberen. En dan laat ik jullie nog weten wat ik daarvan vond. Over het algemeen
Ja, het ziet er prima uit. Het enige waar ik niet heel blij mee was, was de concealer. Die deed gewoon niet goed. En de wenkbrauwproducten, omdat ik gewoon nog niet weet of ik dit te grijzig vind voor mij. Het is te assig. De oogstik prima, de mascara's ja prima. Gewoon elke dag. De foundation vind ik echt, ja. De highlighter, nou die is ook heel subtiel. De blush vind ik mooi. De bronzer valt me heel erg mee. Die had ik heel oranje verwacht, maar dat valt wel mee. De cushion concealer vind ik wel fijn. En de foundation vind ik ook fijn. En de primer ook, die blurt echt. De poeder ook. Mijn huid voelt goed gezet. Ja. Ik denk, als je het ervoor over hebt, dat je het prima kan proberen. Is alles even goed? Nee, zeker niet. Maar ik denk dat je prima. Wat vinden jullie van deze wenkbrauwen? Ergens denk ik, ze zijn te donker. Aan de andere kant denk ik, als je mijn haar zo ziet, dan zijn ze goed. Ik moet er even aan wennen. Wat ik van de skincare vind, ja, daar kan ik eigenlijk niet zoveel over zeggen. Het voelt prettig, het trekt goed in. Die drops ook, die hyaluron booster drops. Dat lip serum vond ik heel fijn. En de dag- en nachtcreme, ja, prima. Weet je, het verzorgt je huid, het geeft hydratatie. Heb ik het idee dat het iets doet wat de hele dure niet doen? Nee. Maar heb ik het idee dat het minder doet dan hele dure? Nee, ook niet. Dus, over het algemeen kan ik nu wel zeggen, ja, ben ik optimistisch over de kruidvat spullen. Ben je een professionele opmaker, dan is dit niet denk ik wat je zoekt. Wil je een full face, wel high coverage zeg maar, dan is dit niet wat je zoekt. Laat ik gewoon eerlijk tegen je zijn. Is het de allerbeste make-up? Ik doe ondertussen even oorbellen in. Nee. Maar is dit het allerslechtste wat ik nu geprobeerd heb? Nee, ook niet. Het is eigenlijk voor die prijs prima. Ik ga deze foundation echt wel nog een keer proberen. De concealer niet, die doe ik gelijk weg. Ja. Ik vind het niet zo slecht. En ik weet niet hoe de eerdere varianten hiervan zijn geweest. Maar wat ik nu geprobeerd heb op de wenkbrauwspullen na, ben ik op zich enthousiast. Dit was hem. Bedankt voor het kijken. Doe een duimpje omhoog als je hem leuk vond. En abonneer op mijn kanaal. Laat een berichtje achter. Dat vind ik altijd leuk. Ik lees ze allemaal. Ik reageer soms ook. In ieder geval like ik je. En dan zie ik jullie graag bij de volgende. Dankjewel voor het kijken. Fijne dag. Doei!